Hallo, wij zijn Jasper en Emma en voor ons profielwerkstuk hebben we het organisme Physarum polycephalum onderzocht. Dit organisme is één hele grote cel met daarin enorm veel celkernen. We onderzochten het wonderbaarlijke gedrag van dit organisme door het te plaatsen in een zelfgemaakte doolhof. Het organisme staat er namelijk onbekend om efficiënte netwerken te vormen. We hebben bekeken of het succesvol en efficiënt de kortste weg door ons doolhof kan vinden. Op school kweekten we Physarum en voerden we 9 verschillende experimenten uit. De resultaten hiervan vergeleken we met de resultaten van een computermodel, die voorspelde hoe Physarum zich zou gedragen als er geen sprake was van intelligent zoeken naar efficiënte wegen. Uit onze analyse bleek dat het organisme heel goed de kortste weg door de doolhof vond, maar niet altijd efficiënt. Het moest vaak veel verschillende wegen proberen voordat het bij de juiste aankwam. Met dit resultaat concluderen wij dat het organisme een goede kandidaat is voor biological computing. Dit is het ontwikkelen van computers op basis van organismen. Hoi allemaal, wij zijn Anne en Otto van het Christelijk Gymnasium Zorglied in Den Haag. En wij gaan jullie vandaag iets kort vertellen over ons profielwerkstuk. Wij hebben, naar aanleiding van de uitspraak van Darwin, onderzocht hoe de koppelvorming van de soort Gamma Spulex in zijn werk gaat. Om preciezer te zijn hebben wij onderzocht of het mannetje het vrouwtje nog kan herkennen na eerdere ontkoppeling. We hebben zelf de gamma-rassen gevangen en laten acclimatiseren voor de proeven. We hebben 6 proefjes uitgevoerd, waarbij we de mogelijke herkenning op verschillende manieren getest hebben. Bij sommige proeven hadden we koppels nodig, bij andere losse mannetjes of vrouwtjes, of soms vrouwtjes uit een verbroken koppeling. Om de gamma-rassen goed van elkaar te kunnen onderscheiden, hebben we de achterpootjes met nagellak gelakt. Na al deze voorbereidingen hebben we de verschillende gamma-rassen in petrischaaltjes geplaatst en hebben we geobserveerd wat er allemaal gebeurde. Wat we hebben gevonden is dat het mannetje en vrouwtje elkaar kunnen terugvinden, maar slechts onder bepaalde omstandigheden. Als er bijvoorbeeld andere vrouwtjes uit de verbroken koppeling aanwezig zijn, dan zien we dat het gedrag van het mannetje verandert. Er vindt dus wel herkenning plaats, maar in hoeverre die doorgaat, weten we niet. Hallo, mijn naam is Esme Jacobs. Ik ben 17 jaar oud en ik zit op het SSGN in Nijmegen en ik zal iets vertellen over mijn profielwerkstuk. Er is vandaag de dag een toenemende vraag naar biologisch geproduceerd voedsel en hierbij hoort ook een biologische oplossing voor plaagvliegen. Het bedrijf Fantini Biocontrol maakt hiervoor gebruik van de natuurlijke vijand van de plaagvliegen, namelijk drijfmesvliegen. En het bedrijf heeft mij gevraagd om onderzoek te doen naar de optimale transporttemperatuur voor de poppen van de drijfmesvliegen. Om dit te onderzoeken heb ik 6 verschillende kokers gevuld met elk 10.000 poppen en in verschillende temperatuurkasten geplaatst. Van 0 tot en met 40 graden Celsius met tussenstapjes van 8 graden. En deze temperaturen zijn representatief voor verschillende transporttemperaturen. En gedurende 8 dagen heb ik elke dag 50 poppen uit deze kokers gehaald en in een apart kooitje geplaatst. En deze kooitjes plaats ik vervolgens in een andere kamer met een temperatuur van 26 graden. En dit komt overeen met de temperatuur in een varkensstal. En toen heb ik deze kooitjes gedurende 8 dagen elke dag gecontroleerd tot te tellen hoeveel poppen er waren uitgekomen. Uit het onderzoek bleek dat de hoogste 3 temperaturen die ik heb onderzocht zeker niet aan te bevelen zijn voor het transport. Voor kort transport was 0 graden significant beter dan zowel 8 als 16 graden Celsius. En voor een lang transport was er geen significant verschil tussen deze laagste 3 temperaturen.